zijn ook mensen die gaan schaatsen. En dat kan op het zomerijs in het Tialf in Heerenveen. Bijvoorbeeld Arjan van der Kieft. De 25-jarige schaatser uit Zwanenburg bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Ja, het is gewoon noodzaak om dat gevoel met het ijs te houden het hele jaar door. En dat is gewoon van belang om van de winter goed te presteren. Er is alleen één nieuw gevoel voor Van der Kieft. Komend seizoen rijdt hij bij de commerciële schaatsploeg Team 1MP. En rijden in een team is een wende voor de Noord-Hollander. Want vorig jaar trainde hij af en toe nog met Johnny Romme en Annie Vriesinger. Maar moest hij daarnaast alles alleen doen. Samen met de ploeg kan je ook harder trainen. Iemand kan je uit de wind houden. En dat is voor de snelheid heel belangrijk. En dat mis ik vorig jaar af en toe wel eens. Ook belangrijk voor Van der Kieft is coach Rutger Thijssen. Binnen de schaatswereld een zeer gewaardeerde trainer. Hij is de man die Bart Velkamp de kneepjes van het vak heeft geleerd. Het is ook belangrijk dat je lekker samenwerkt. En dat er ook vooral verstand van zaken is over techniek, schema opbouw en ook persoonlijk gericht. Op dit moment denk ik dat ik Arjen technisch gewoon nog beter kan krijgen. Fysiek stemmen de programma's goed op elkaar af. Ik heb contact gehad met Johnny en dat gaat gewoon in principe gewoon goed. Dus hij gaat gewoon door op waar hij vorig jaar gebleven is. En ik kan hem gewoon met mijn nuchterheid en mijn andere kijk op het schaatsen kan ik hem gewoon beter maken. In ieder geval kan er tot en met 10 juli geschaatst worden op het zomerijs. En daarna hebben de schaatsers een week vakantie.